Twee Guyanese ministers zijn uitgenodigd voor een gesprek over de bouw van een brug over de Quarantainrivier. Dit bevestigde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking eerder deze week voor aanvang van de ministerraadsvergadering. De bewindsman stelt dat er nog wat harde afspraken over de bouw gemaakt moeten worden in de komende 6 maanden. Ik heb de Guyanese ministers uitgenodigd om hier te zijn, derde week van januari, omdat wij duidelijk aan beide kanten behoefte hebben om dat gesprek te hebben. En dan hopen we dat we voortgang hebben. Uiteindelijk komt er een advies naar de presidenten toe en de twee presidenten zullen dan zo spoedig mogelijk daarna een besluit nemen. En dan gaan we weer aan het werk. Dat is het traject. Ik wilde, omdat er vaker is dat we geen informatie verschaffen, dit in detail aan u doorgeven. De technische onderhandelingen zijn al afgerond, deelt Ramdien mee. De ministers van Openbare Werken van Suriname en Guyana zijn daarvoor heel vaak bijeengekomen. De afspraak tussen de staatshoofden was dat een team van ministers dan het vervolgtraject oppakt. En het vervolgtraject ziet er zo uit dat de ministers van Buitenlandse Zaken, de ministers van Financiën en de ministers van Openbare Werken samen bij elkaar komen om wat afspraken te maken. Het eerste gesprek is al geweest vorig jaar in Guyana. En daar is gesproken over 5 activiteiten die ondernomen moeten worden. 1 is, we moeten een protocol hebben, meer een politiek, diplomatiek protocol ten aanzien van, u weet, de bekende issues, de grenzen. Dat men geen onduidelijkheid heeft over wie zeggenschap heeft over de brug. Al die dingen moeten worden vastgelegd. We willen geen twijfel hebben later of een uitspraak dat was niet afgesproken. Beide landen zijn daarmee eens. Nu moet worden gekeken naar de financieringsmodaliteiten. Volgens de bewindsman hebben een paar organisaties aangeboden om de brug te financieren.